In de afgelopen 15 jaar heeft de containerteelt een revolutie ondergaan door het AirPod-systeem. Het origineel en het beste wortelstimulerend systeem. Door samen te werken met deskundige telers is de AirPod voortdurend verbeterd en is nu toe aan de zesde generatie. Het is gemaakt in Schotland van gerecycled plastic, vooral oude plastic flessen. De AirPod-container brengt betere groei op twee manieren. Het bevordert een goed gedraineerde en luchtige potgrond in de pot, waardoor gezonde bacteriën meer kans krijgen om meer voedingsstoffen vrij te maken voor de plant. Zijn revolutionaire ontwerp verbetert de wortels verbazingwekkend. Te beginnen met de penwortel. De vorm van de pot begeleidt elke wortel naar een luchtgat waar de verhoogde lucht in de grond de wortel aan het einde uitdroogt. Deze snoeit het en stimuleert wortelvertakking terug naar de stengel. Aangezien elke nieuwe wortel zijn weg vindt naar een luchtgat, wordt het proces herhaald en ontwikkelt de plant snel een massa van binnen naar buiten wijzende, vezelige wortels. Hierdoor kan de plant meer voedingsstoffen en water absorberen, die een snellere groei stimuleren. Na 4 jaar in een AirPod heeft de Metta Sequoia een uitstekende wortelstructuur. Om dit aan te tonen hebben wij de potgrond afgespoeld. De luchtsnoei heeft een dichte massa van vezelige wortels geproduceerd zonder ronddraaiende wortels. De volwassen boom kan zo in het landschap, zonder misvormingen, gewoon met een fantastische wortelstructuur. De wortels exploderen meteen uit de kluit en nemen de uitdaging aan van hun nieuwe standplaats, waardoor hun voortbestaan is verzekerd en waardoor het groeien zonder zorgen wordt. Een standaard kluit heeft tijd nodig voor nieuwe wortelgroei om de kans op uitval te verkleinen. Terwijl de directe weggroei van het AirPod gekweekt materiaal een 100% slagingspercentage kan opleveren. Van landschapontwerpers tot voedselproducenten. Van grote groentetelers tot 's werelds toonaangevende tuinbouwinstellingen. Het AirPod-systeem is uitgegroeid tot de keuze van deskundigen.